De staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft het boekjaar 2018 positief afgesloten. Tijdens een persmoment heeft het bedrijf de jaarcijfers aan het publiek gepresenteerd. Ook is er informatie gegeven over de status van het Nearshore Drilling Project, de activiteiten in de offshore, de raffinaderij en de ontwikkelingen in de marketing. Alles wat we doen binnen staatsolie doen we binnen wat we noemen onze strategy voor succes. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in die context waarin we opereren, dat we goed begrijpen waarom we bepaalde dingen doen. Een van de belangrijke dingen is dat wij denken binnen staatsolie dat we een olieprijs gaan krijgen in de komende jaren, misschien wel wat we noemen low for longer, misschien is het wel low forever. Maar dat we alles wat we doen, doen we met een context waarbij we denken dat de olieprijs ergens tussen de $40 en $60 zich gaat bewegen. Dat is op basis van de vraag naar olie en op basis van het aanbod van olie in de wereld. Natuurlijk krijg je er wat spikes tussen en dat hebben we ook gezien. Als de president van Amerika iets verkeerd zegt over Iran of over Venezuela, zie je dat de olieprijs wat spikt, maar daarna komt hij toch weer terug naar datgene wat de vraag en aanbod op de wereldmarkt doet. Wij doen echt er alles aan om ervoor te zorgen dat al onze investeringen ook naar de toekomst toe in die bandbreedte zich gaan bevinden. Voor de rest zijn we een goedkope oil producer. Ik ga dat dadelijk ook aantonen. We zijn de goedkoopste oil producer van al onze collega's die in de regio zitten, maar ook als je ons vergelijkt met de rest van de wereld, kan je zien dat we een low-cost producer zijn. En we willen dat graag zo houden. We willen dat graag zo houden omdat we denken dat het erg belangrijk is voor de verre toekomst om ervoor te zorgen dat als je een lage olieproducer bent, ga je ook met in een environment waarbij je een lage olieprijs hebt, ga je profitable zijn, ga je winst kunnen maken. Op dit moment halen wij ongeveer tussen de 19% en 20%... uit onze olievelden op, in Saramacca. We halen ieder jaar halen we 6 miljoen barrels uit het olieveld en brengen we dat naar de raffinaderij toe. En dat is eigenlijk waarop het succes van staatsolie gebaseerd is. Wat heel belangrijk is, is dat we uit die bestaande olievelden nog minstens 25 jaar die 6 miljoen barrels willen halen. Dat kunnen we niet met de bestaande technieken. Dus waarmee we nu bezig zijn, is dat we zijn op zoek naar nieuwe technieken, en we hebben daar al een paar gevonden, waarbij we meer olie kunnen halen uit onze velden. We weten dat er ongeveer 1 miljard barrels in de grond liggen. We weten dat we met de huidige technieken er ongeveer 200 miljoen uit kunnen halen. Maar we proberen de nieuwe technieken te vinden om ervoor te zorgen dat we nog additionele olie eruit kunnen halen. Zodat we in ieder geval 25 jaar die 6 miljoen barrels kunnen blijven produceren. Ik laat deze slide altijd zien, want deze slide is niet door ons gemaakt, daarom is het ook niet in staatsolie gemaakt. Dit is een slide die gemaakt is door Credit Suisse, dat is onze huisbankier. Maar het is ook de huisbankier van een heleboel andere bedrijven, national oil companies, in Zuid-Amerika. Het is ook de huisbankier van Ecopetrol, YPF van Argentinië, Petrobras van Brazilië. Niet meer Petrogrin, maar het is nu een nieuw bedrijf, want de helft van Petrogrin is failliet gegaan. En Pemex. PDVSA staat er ook niet meer op, omdat PDVSA ook niet meer jaarcijfers kan maken, omdat ze ook vrijwel failliet zijn. Maar als je dat bekijkt, dan zie je dat wij de grootste Reserve Life Index hebben van al onze partners. Dat betekent dat als je kijkt naar onze vaste reserves, dat wij daarbij 15 jaar hebben en de andere bedrijven die hebben daar ergens in tussen de 11 en de 6 jaar productie. Als je kijkt naar wat we produceren, wij produceren alleen olie, de rest produceert olie en gas. En wat het leuke is, is dat je kijkt naar de lifting cost, zie je dat wij de laagste zijn samen met Ecopetrol. Maar onze verdiencapaciteit is by far de beste van staatsolie. Daarbij kan je dus zien dat we als staatsolie, als je ons vergelijkt met onze peers, maar ook als je ons vergelijkt met andere bedrijven in de wereld, dat we een world-class bedrijf zijn.
zijn dus voor staatsolie, maar ook voor Suriname, very exciting times ahead of us. Wat is exploratie? Dat is onze zoektocht naar olie. En waarom zoeken we naar olie? Omdat we onze reserve life moeten gaan verbeteren en onze business continuity helpen vergroten. Nearshore, daar zijn we dit jaar gestart met het boren, maar dat hebben we vorig jaar gedaan. We hebben vorig jaar aan de gebieden waar we dachten bezet na analyses olie zit, goed uitgewerkt, het external laten auditen, dus ja, experienced auditors die ernaar hebben gekeken. En toen hebben we besloten, gaan we een partner zoeken of niet, om samen het Nearshore exploratieprogramma te doen. In april vorig jaar is toen een eerste fase van farm-out gehouden. 8 companies zijn gekomen naar locatie. 7 gaven aan geïnteresseerd te zijn. 3 waren heel positief en vroegen dan meer tijd om de data te analyseren. En het waren al 3 maanden die voorbij waren. Wij hebben intern gebrainstormd en hebben toen besloten om onze strategie aan te passen. En zelf door te gaan met het Nearshore Drilling programma. Dat gaat voor ons een betere situatie scheppen om betere deals te sluiten. Want we hebben dan daarmee de onzekerheden omlaag gebracht en ook wat risico's omlaag gebracht. En dan sluit je betere deals. Zoals ik al zei, in april zijn we dan gestart met onze Nearshore-programma. We hebben 2 gaten geboord, Marai en Electric Ray. We hebben oliekolommen gevonden, kleine, 2-3 meter. Bij die tweede punt hebben we heel veel de toename aan gas gezien. De optimisme die groeide bij ons allemaal. Het jammerlijke was dat er toch niet een hoeveelheid was van de olieaccumulatie die we zochten. En ook niet bij de eerste punt in die reservoir waar we het hadden geprognosticeerd, maar daaronder. En in die tweede punt was dus de trap, die een afdichtende laag is, die was dus niet intact. En dan is die olie dus niet gevangen gebleven. Maar wat we wel weten is dat met die geologische concepten die we hebben opgesteld, dat we weten dat als we 5 elementen hebben predict, dat 4 goed werken. En we beginnen het steeds beter te begrijpen en dichter bij die sleutel te komen. Dus we verwachten spoedig dat we meer controle hebben en een beter succes. Op 24 maart was het boorplatform op locatie en dan begint de rekening te tikken. We hebben het boorplatform gehuurd voor 300 dagen. Dus we hebben recht om het boorplatform met zijn crew te gebruiken tot 18 januari 2020. We zijn nu hier, midden augustus, en dit geeft aan, die blauwe box geeft aan, zeg maar, het contract. En zoals Rika al aangaf, hebben we 2 putten geboord. De eerste was Marai, die hebben we afgerond begin mei. De tweede eind juli. En nu zitten we eigenlijk op al een 750 meter diepte bij Kankan 3. Kankan 3, het is meerdere malen gezegd vandaag, daar gaat ons hart sneller van kloppen, want daar heeft die locatie Kankan 3, en dat zit op ruim 2 kilometer diepte, dus we zijn nog een paar weken bezig. Maar dat reservoir heeft een potentie van 800 miljoen barrels. En zoals, ja, als dat dus gevuld is, is dat een gamechanger voor Suriname. Dus iedereen is, kijkt daar met spanning naartoe. Wij hebben de eer om daar uitvoering aan te mogen geven. We kunnen u al meegeven dat wij omstreeks de eerste week van september op diepte zullen zijn als alles goed gaat. En dan weten wij dus of daar olie zit. Dus over 3 weken weten wij of wij, of wij dus die grote hoeveelheid olie hebben aangetroffen of niet. Dus wij hebben vorig jaar, 2,5 jaar geleden, hebben wij het beleid geïmplementeerd waarbij we zeggen, we moeten meer teruggeven aan de gemeenschappen waar we daadwerkelijk actief zijn. Vandaar dat we dus heel trots zijn op deze verdeling op dit moment. En we gaan ervan uit dat het een beetje stabiel zo gaat blijven. De downstream zal nog maar toenemen in de komende jaren. Maar dat we gewoon daar meer in terugstappen. We hebben een verdeling gemaakt over een aantal categorieën. En eigenlijk belangrijk is, we hebben 41% van ons budget hebben wij vooral geïnvesteerd in educatie. Omdat we het belangrijk vinden dat een natie die zich ontwikkelt, dat gaat dan gewoon lekker met ons mee. Wat erg belangrijk is, we hebben eigenlijk een totaal aan spending van staatsolie en haar partners in 2018 gehad. Van ongeveer 1,7 miljoen. Nou, hoe komen we aan dat bedrag? We hebben eigenlijk gezegd, we zijn partner bij Newmont. We hebben daar 25% aandeel.
voor elke dollar die nu stopt in de community, dus die zij uitgeven aan CSR, daar zijn wij eigenlijk de aandeelhouder van voor een kwartje. En zij hebben ongeveer een budget van 500.000 per jaar, US dollar. Dus wij ownen daarin 125.000. Maar ook bij onze offshore partners hebben wij in de productiedelingscontracten hebben wij een verplichting opgenomen dat als zij zo'n contract tekenen, dat zij per jaar een x bedrag, 100.000, moeten stoppen in sociale investeringen. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal ook via en in partnerschap met staatsolie. Dus die 1,2 miljoen nemen we daarin mee. En dan kom je met ongeveer 400.000 in 2018 vanuit staatsolie. Hebben wij dus met z'n allen, Newmont, onze offshore partners en staatsolie, hebben wij 1,7 miljoen geïnjecteerd in de Surinaamse samenleving. En daar mogen we best wel trots op zijn. We hebben wat mooie projecten, daar geven we af en toe wat rugbaarheid aan. Maar dat is een significante injectie.